En Van der Looy, die laatste bal tegen de lat, of tegen de paal van Engels, was eigenlijk wat jullie verdiend hadden? Ja, nou ja wat we in ieder geval heel erg op gehoopt hadden, wat we heel erg graag wilden. want er daarvoor nog een moment met Jis, hun lage voorzet, die er net, net voor langs hobbelde. En ja, je hoopt eigenlijk op zo'n moment op het laatst. het al gezegd, de wedstrijd tegen Feyenoord ook een paar momenten dat je dan voor de goal komt. Ja, die moet je tegen de ploegen uit de top drie, moet je die eindelijk pakken. Uh, ik vind dat we relatief weinig momenten hebben weggegeven. Maar wel één momentje wat Twente krijgt, ja, leggen ze hem er wel weer in. Ik vond Twente wel een beetje tegenvallen in de hele wedstrijd eigenlijk. Ja, ja, dat is misschien zo. Misschien kan het ook een compliment zijn aan ons. Ik denk dat we het wel uh, redelijk voor elkaar hadden. Uh, zeker verdedigend. Dat ze moeite hadden om de ruimtes te vinden. Dat, daar stonden we goed. Ja, het verbeterpunt voor ons is dan, als we de bal veroveren, om de bal langer te houden. Uh, uh, en waardoor we ook wat vaker op de helft van de tegenstander kunnen komen en blijven. Goed, woensdagavond. Wel weer een zware tegenstander. AZ uit Alkmaar. Ja, nou ja, weer een mooie uitda uitdaging. Uh, maar ik heb meteen na de wedstrijd ook gezegd tegen de spelers, als je zo kan spelen in de grotsvesten tegen Twente, uh, wat in de top 3 staat, die spelen voor de Champions League en je geeft zoveel te tegenstand, dan, uh, dan moet je thuis uh, tegen AZ ook gewoon uh, zeer competitief zijn aan de tegenstander en ook weer voor een resultaat kunnen gaan. Zeker in eigen huis, zeker hier met het publiek erachter hopelijk, uh, wat ons uh, gaat steunen. Uh, zoals tegen Go Ahead, ja, dan, dan moeten we hier gewoon de punten, uh, alles aan doen om de punten hier te houden. Ik ben Hansson, wat is zijn blessure? Ja, Emiel, dat mag je tegenwoordig niet zeggen, precies wat hij heeft, hè, dat weet je. Maar hij heeft last van zijn kuit, uh, dus gaat uh, in ieder geval woensdag nog niet halen. We gaan er alles aan doen dat hij uh, zaterdag erbij is. Uh, en daarnaast is uh, Jannes uh, uh, niet uh, aanwezig. Is, naast dat hij geblesseerd was, was ook uh, ziek geworden deze week, dus die, die gaat dat niet halen. Uh, en we hebben natuurlijk Thomas, uh, mis, uh, Thomas Bruns met de schorsing. Ja. ja, die heeft uh, al voor de tweede keer zijn 50 in kaart opgelopen. Ja, dat is, zonde. dat is zonde. Want er was zeker wel een jongen die wat, uh, die wat kan uh, ja, hier teweegbrengen in het stadion. Zeker in het eigen stadion. Dat heeft hij al een aantal keren bewezen. Dat hij op het moment dat hij erin kwam, dat hij ook op een bepaalde sfeer kwam. Hij heeft hij klik met het publiek. Uh, dus ja, hopelijk dat nu uh, het publiek dat toch oppakt zonder dat hij er is. Hoe kijk je naar een club als AZ? Ja, daar zetten ze natuurlijk al jaren uh, top 3, top 4 van, uh, van Nederland. Dus die, die schuren daar tegenaan. Het is een, dit team wat zij nu hebben. Hè, ze, ze wisselen natuurlijk ieder jaar bijna wel met een aantal spelers. Het team wat ze nu hebben kan gewoon echt goed voetballen. Uh, dus ze zijn vaardig, vind ik, aan de bal. Ja, aan, aan ons dus, om ze niet te veel te laten voetballen. Dat mag duidelijk zijn. Wat mij opvalt is dat het laatste weken meer vertrouwen, meer sfeer in het team zit. Meer ook uh, discipline, denk ik, dan daarvoor. Ja, nou ja, ik denk ook wel dat we aan het groeien zijn. Uh, dus, dus we doen dingen beter. Alleen dat goede moet ook altijd wel uh, uitbetaald worden, uiteindelijk in punten. Uh, dus, dus Dat hebben we nog niet altijd gedaan, vind ik. Weet je. Bij Twente had er een resultaat in gezeten. Uh, thuis hier tegen Almere uh, krijgen we een, een dot van de kans op het laatste nog om te scoren. Uh, Volendam, twee grote kansen op het laatste om te winnen. Uh, Utrecht uit, waarbij je nog een grote kans laat liggen via Sanko om, uh, om op gelijke hoogte te komen. Het zijn toch wel, als je die optelt, best wel wat dure puntjes bij elkaar. Dus we moeten dat betere voetbal en meer discipline en een, en een goede spirit, dat moeten we ook om uh, proberen te zetten nu in punten. En de puntjes moeten binnenkomen. Absoluut, absoluut. Dus dat, daar zijn we ons van bewust. We weten hoe de situatie is. Het wordt natuurlijk steeds iets spannender. Want er komen minder wedstrijden en uh, iedereen voelt dat wel van hey, hoe, welke kant gaat het op. Dus dat begrijp ik hartstikke goed. Uh, maar wij moeten wel doorgaan met wat we doen, denk ik, en, en daar resultaat uit halen. Goed, het is uh, een kwestie van uh, ja, het publiek te vragen morgenavond ja. in uh, de, uh, de rva Asito. En dan uh, maar kijken waar Schriftstand. Nou ja, we hebben echt wel een goed idee wat we, hoe we het willen tegen AZ. Dus we hebben het plan klaar wat, wat we doen. Uh, een aantal dingen doen we steeds beter en doen we eigenlijk iedere week. Dus Voetballend uh, kunnen we daar nog een slagje in maken. Maar ik denk inderdaad dat het super belangrijk wordt dat we uh, weer morgen een signaal afgeven aan het publiek uh, dat we heel graag die punten hier willen houden. En op een gegeven moment in die wedstrijd tegen Go Ahead zag je die klik ook. Hè? Het publiek uh, volle bak erachter, uh, meer energie in de ploeg. En, en wat dan het kip en het ei is dat weet ik niet helemaal. Maar het is wel lekker als je die sfeer hebt. Drie puntjes, houden in Almelo. Zullen we dat afspreken? We gaan ervoor, absoluut.